Yo mensen, ben je op zoek naar de goedkoopste Nederlandse 4-15 coins? Ga naar facilitycoins.nl. De link staat natuurlijk in de beschrijving. En gebruik de code DNP5 voor 5% korting. Er is nu ook een automatische levering wat betekent dat je je coins binnen een minuut krijgt. Veel plezier met de video. Hallo mensen, ik kom vanochtend snel met een nieuwe video voor jullie. En vandaag gaan we weer packs openen. Het heeft een tijdje geduurd. Alleen nu gaan we weer packs openen, want ik heb er heel veel zin in. Dit is een pack wat ik ga openen. De packs die ik ga openen. En de allereerste pack krijgen wij niemand minder dan Mario Gomez. En dat is natuurlijk hartstikke slecht, want Mario Gomez is echt kut. En hopelijk kunnen we een beetje een goede speler krijgen. Dat zou fijn zijn. En dat is natuurlijk... Trouwens mensen, er staat een linkje in de beschrijving. Daarin kan je stemmen op wat mijn nieuwe serie gaat worden. Ik zelf heb ook een idee, dat is namelijk iets met packs. En wat ik dan ga doen, is dat ik van divisie 10 naar divisie 1 moet. En voor elk goal wat ik maak, mag ik een pack openen. We krijgen trouwens Aubameyang, dat is best nice. Die had ik ook nog niet, dat is best raar, want ik weet zeker dat ik hem had. Maar oké, what the fuck. In ieder geval, bij elk goal wat ik maak, wil ik dan een pack gaan openen. En dat is natuurlijk wel lachen, want dan zie je heel veel packs. En dan moet ik daarmee in divisie 1 komen, en het is alleen maar packs te openen. Op zich leek dat me dus een leuk idee. Dat staat ook in de straw poll, samen met een paar andere ideeën. Stem alsjeblieft, dat zou ik echt hartstikke nice vinden. Als je deze video ook kan liken, dat ook nice zijn. We krijgen echt shit uit de packs. Dit is weer echt zo normaal, want we krijgen altijd shit uit de packs. We hebben er nog twee en hopelijk kunnen we gewoon een fucking inform packen. Kom op, EA. Ik skip hem, skip! Oh mijn god. Uit de bailleur als beste, dat is echt kak. Kak. Trouwens mensen, alle spelers zijn ineens super veel waard. Dat is best wel raar op zich. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet raar, want het is natuurlijk net natuurlijk hier. En coins zijn hartstikke goedkoop. Facilitycoins heeft dus ook een automatische levering, zoals jullie waarschijnlijk al weten. Jezus, man. Ik heb weer oude baan. Facilitycoins heeft nu een automatische levering. Wat inhoudt dat je coins direct krijgt, of binnen een minuut zeg maar. Als je dus je coins koopt, dat is hartstikke nice. Dat wil je natuurlijk, dat is het lekkerst. We gaan nog even wat 7,5k packs openen en we krijgen Herbidus. En dat is gewoon de best, hoogste rated van wat ik in al die packs gehad heb. En die komt uit een 7,5k pack. Rip Koen. Oké, we gaan gewoon mijn coins opmaken. Ik heb een 75k. Oh. Luc de Jong. Ik heb echt trauma's aan die vent. Zo loud. Hij is zo slecht, Luc de Jong. En één wedstrijd scoort hij 3 keer. Hier komt de volgende pack. We laten hem rollen en we krijgen... Konko. Ik heb letterlijk echt al het hele weken heb ik geen één goede pack gehad. Gewoon geen één goede speler. Ik hoop dat ik daar nu verandering in kan brengen. Daar komt hij. Hazard op de pack. Hazard in de pack. Soldado in de pack. Oh, 2000 coins. Wow, veel spelers. Ik ben heel erg lustig. Lustig, is dat een woord eigenlijk? Ik weet het niet. Oké, volgende pakket. Skip en weer niks. Ah, 3 rare contracten. Let's go. Nou, het is echt om te huilen. Het is echt om te huilen, mensen. Ik moet echt een rare gouden speler nog krijgen. Dat tenminste. Oh, 2 rare oude spelers. Yes, ik ben blij. Ik wil gewoon graag Pogba packen, joh. Dan ben je toch zo blij als je Pogba packt. Dat is zo'n beast. Hij is ook zo'n 2,5 miljoen waard met een soort upgrade te krijgen. Bij 87 netto, hè. Dus dat je een upgrade krijgen. En dan is het echt een beast. Courtois! Yes! Een goede pack. Oh mijn god. Courtois. Oh mijn god, hoeveel ben jij waard? 130k. Woe! Ik heb gewoon een pack open. Nee, ik heb hem niet terugverdiend. Oké, volgende pack. Krijgen we weer een beast. Nee. Andy Carroll, yes. Jordi Alba, kijk. Jongens, de packluck is real. Jordi Alba is gewoon veel waard. Gewoon 13k. Beast. Komt nog één beast. Messi op de pack. Messi in de pack. Ik herhaal. Messi in de pack. Inan in de pack. Toch wel 82 rated. Als je dat nu keer 2 doet, heb je 160. Whatever. Oké, kom op. Alaba. Kaya. Nastasic. Oh, hij is getransferd. Of was hij alweer? Nee, was sowieso niet alweer Schalke. Higuain, doe het voor mij. Lesbien. Oh. Oeh, Mwemba. Oeh, 1k. Dat is al 1k. Howard, doe het. IE Goden, be with me. En ik krijg niemand minder dan Ignacevic. Woe. Ja, kijk, dit is zeg maar zo'n speler... die zeg maar altijd in je 100k pack krijgt. Weet je, met van die shit stat die ook rare is... Ik heb geen idee waarom. Echt. Is geen reden. Waarom maak je dan niet Donovan Rare, weet je? Maar Ignacevic. In ieder geval. Dit was de video, mensen. Ik hoop dat het leuk was. Als je het leuk vindt, geef je een like. 500 likes zijn heel altijd. Like, en ik zeg u. Later.